Een woonhuis aan de Schoolstraat in Herkenbos is vrijdagmiddag ernstig beschadigd geraakt door een brand. Die werden even voor 4 uur 's middags ontdekt en brok uit op het moment dat de bewoners, zover bekend, niet thuis waren. De buren van de 2 onder 1 kapwoning waren wel thuis en ze moesten hun huis verlaten. De brand was daarna snel geblust, maar het hele pand had rook- en waterschaai opgelopen. De brandweer is na het blussen vooral druk bezig geweest met het lochten van het huis om de rook weer zo snel mogelijk uit de woning te krijgen. De oorzaak van de brand in Herkenbos is bij het maken van dit nieuwsbericht nog niet bekend. De Stichting Salvage zal contact opnemen met de bewoners ter afhandeling van de schaai.